hem nog in de boom, man. Zo breed. Nou, melding van een dronken man. Even kijken of we die aan konden treffen. We hebben hem gevonden. Hier hangt hij. Ja, laat maar even liggen dan. Was... Ja. Hey, wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Zo, die is echt ver weg hoor. Weet hij dat er in zijn handen? Zijn broodje. Zijn broodje in zijn handen. Ja, broodje gehad. Wat zie je? Ik zit hem al tegen de boom, man. Zo breed. Zo. Yes. Why are you drinking so much? Pivo. Hey. Pivo. Ja. Pivo. Why are you drinking so much? Ja, we moeten ermee. Why'd you stop drinking for a day? Start your car and drive back home. Hey. We have the car keys. I know. We keep the car keys because now you're too drunk to drive. And we come back tomorrow. And when you are sober, you get your car keys and then you're gonna drive back to where you want to go to. Is that a solution? I want to help you, but tell me what to do. Yes, sir. What do you want? What can we do for you? Please help. What we can do for you? You ask for help, what we can do for you? What do you want? Take me to the hospital. To hospital? Yes. What for? For what? Zonder okay. Al die goede tip, joh. Ja, zonder. Ja, dan even kom. Staan. 1, 2. 1, 2, 3. Let's go. Okay. Slow walk to your car. But I don't have keys. Ah, we have the key. Okay. Can you place your hands over here? Yes. Okay, yes, okay. Thank you. De auto is nu open, denk ik. Open. Ja. Pak even gauw de sleutel. Nou, zoals jullie zien is de meneer behoorlijk onder invloed. Mede in combinatie met de een relatieproblemen. Waarbij de waarschijnlijk de relatie ook helemaal over is. De meneer is echt als een malle aan het drinken gegaan. En ja, dit is nu al 2 dagen aan de gang. We plaatsen hem hier in zijn auto, maar hij krijgt uiteraard de sleutel niet mee. Tomorrow, new day. Will be better for you. We can help you tomorrow, okay? But you need sleep. You need to help. Yes. Wake up, you know? But I need to sleep. Yes. Tomorrow we will do an alcohol test before driving. So don't drink your wine. Please don't drink any alcohol, okay? Okay. Thank you. Bos, zoals jullie net hadden gezien, reden we eigenlijk min of meer... een situatie waarbij een dronken meneer was aangetroffen. Op dit moment heeft hij in ieder geval in Nederland geen woon- of verblijfplaats. Blijkbaar ook geen vrienden, kennis of familieleden. Dus dat maakt het even wat lastig voor ons. En we gaan zien hoe het loopt morgen.